Wat zou hij van de toren willen schreeuwen? Natuurlijke plaats is ontzettend belangrijk. Dus, voed je kinderen op, dus je kunt zijn cultuur. Deze veronderen volgt een opleiding tot sneekoloog. De geschiedenis en de taal van sneek heeft Herman al onder de knie. Vandaag meldt hij zich bij zijn coach voor het volgende onderdeel. Sport. Zo, u bent net klaar voor de volgende stap? Ja, de volgende stap. Sneek staat bekend om allerlei verschillende sporten. Natuurlijk heb je de fysieke sport, zoals we de vrienden hebben. Je hebt de scootsystemen, dat wij heel erg goed doen. Maar we hebben natuurlijk ook het schaatsen. Ja, dat is toch het echte vriezen. En dat hoort ook echt bij Sneek. De L-steden komt hier langs. Ze komen onder het bruggetje door. Ja, en dan gaan ze hier rechtsaf. Ja, rechtsaf. Dus ja, ik wil jou eigenlijk direct in contact gaan brengen, ook met een rayonhoofd. En met een heel bijzonder iemand, die zelfs een van de zwaarste L-stedentochten ooit heeft meegemaakt. Maar dat is toch verderop. Succes! Ja, goed. Ja, ben benieuwd. Zorgen de sneakers nog een beetje voor elkaar? Mirjam meldt zich vandaag bij de man die hier bekend staat als de Major Boshart van Sneek. Je bent al druk bezig, hoi Mirjam. Kan ik helpen met iets wat... De bedoeling is dat wij hele mooie pakketten maken voor mensen dus die eigenlijk heel erg weinig hebben. Ja. En mensen willen er vaak niet voor uitkomen. Ze hebben allemaal ook een schaamtegevoel. 16. Is dit broodje ook wel snel? Ja, 17. Joh, dit loopt als een trein, hè? Ja. Maar echt, zo'n voedselbank dan eigenlijk? Maar je moet alles maar eigenlijk zien als een eigen bedoeling, als een aanvulling ook op de voedselbank. Jan Brandsma is van huis uit een bekende bloemist, maar hij offert nu al zijn tijd om aan het helpen van zijn medesnekers. Zoals hij op het rondagekamp even weg door de stad. Wij zijn dan om drie keer mensen te zien, hè? Ja, is goed. Moet je alles voor je dragen of met je redje? Nee, ja, ik weet het wel. Oké. Oh, dat is waar. Je zag mij al aankomen. Hoi, hallo, ik ben Mirjam. Ik kom namens jou luisteraars uit. Laat je schat naar zijn pakket brengen. Dat is heel zwaar hoor. Voel me. Ik heb je heel veel plezier ermee hoor. Lekker eten. Doeg. Mensen blij maken, dat is een van de mooiste dingen die in het leven is. Voor Eo Metterdaad geldt Arjan Lop op zoek naar de Syrische vluchteling. Vandaag is hij vandaag. Mohammed, can you tell me about Damascus? Yeah, why? Yeah? Have you seen it with your eyes? Yeah. I see the car is slow moving, and here man is coming. Really? Yeah. Do you sometimes dream about it?